Ja, we zijn er weer. Welkom bij Klasse. Episode nummer 3 alweer. We gaan hard in seizoen 3. Mijn naam is Ben Kremers en bij me is natuurlijk mijn homie Marvin Leter. En vandaag hebben we te gast Robbie Rox. Welkom. Dankjewel. Nou, is de gruwelijke naam. Kan niet anders. Marv, heb je het allemaal een beetje laten bezinken wat onze grote vriend Bas Kramer heeft verteld allemaal? Zeker. Ja? Ja. Wijze woorden. Mm-hmm. Ja, mooi. Gaat goed? Ik zit gewoon te checken. ik ga niet naar de gym kunnen gaan, gek. Maar ja, maakt niet uit. Ja, ik pak morgenochtend en morgenavond. Ja, fit boy. Ja. Je bent fit boy. Hey, Robbie, nogmaals welkom. Moet aan de dokter tegen je zeggen. Robbie Rox is criminoloog. Hij liep 3 jaar mee met de Haagse bende The Crips. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan en onderzoek gedaan naar drillrappers in het Rotterdamse. Hij heeft een boek geschreven, De Recherche en de Zware Misdaad in Rotterdam van 1966 tot 1996. En daarnaast heeft hij nog veel meer gedaan. Zijn expertise is gangs, straatcultuur en etnografisch onderzoek. En hij is hier in de studio. Nice! Ja, leuk om hier te zijn. Professor, hey. Nou, zullen we dat niet, mag gewoon Robbie, dat is prima. Gewoon Robbie, ja. Nee, wij kennen elkaar een beetje van vroeger. Wij hebben nog een keertje op de plaatselijke VV Zuidland in de selectie met elkaar gezeten. Precies. Ja, oude technicus. Hey, nogmaals welkom. Marv, fijn dat jij er ook bent. Ik zie hoe scherp je bent. We gaan toevallig over messen hebben, dus dat komt goed uit. Hij is echt een misselijke man. Ja. Hey Robbie, we gaan even... je mag antwoord geven. Ik ga je een aantal vragen stellen met ja of nee. Ja, is goed. Het zijn niet zo heel veel, maar... is Nederland een narco-staat? Nee. Ben je voor de doodstraf? Nee. Heeft bureau HALT een functie? Ja. Ben je wel eens bang voor je eigen veiligheid? Ja. Is criminaliteit aangeboren? Nee. Doet de overheid genoeg tegen criminaliteit? Ik zeg nee. Jij zegt nee. En tot slot is een open vraag. Wat is de oorzaak van crimineel gedrag? Oeh, dat is meteen een hele moeilijke, Ben. Ja, er zijn hele boekenkasten vol over geschreven. Ja. Dat hangt ook een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Ja, je vroeg net, is het aangeboren? Er zijn inderdaad allerlei perspectieven waarin die focus heel centraal staat. En dan gaan mensen kijken naar de structuur van de hersenen. Eigenlijk alles wat er in het lichaam gebeurt. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die kijken vanuit, het zit veel meer in de structuren van de samenleving. Hè? Dus ongelijkheid. Marginalisatie. Dus je kan daar op heel veel verschillende manieren naar kijken. Er is niet één soort van sluitend antwoord op nee, die vraag. Precies. Ja, ik heb het even gegoogeld en dan kom je inderdaad. Dan kom je heel veel uit, heel veel onderzoeken en dergelijke. Dus, nee, ja. Even wachten voor, want ik vond het een interessante stelling. Sorry, bro. Ik weet niet wat je hebt voorbereid, maar je kan het echt in de prullenbak gooien. Maar, die eerste stelling, ja. Nederland is geen narco-staat, waarom nee? Nou ja, dat heeft er meer mee te maken, als je kijkt naar die definitie van wat een narco-staat is, dan betekent dat ook dat de overheid een hele centrale rol speelt en ook wel geld verdient, zeg maar, in die productie van verdovende middelen. Mm-hmm. Dus ook echt een rol heeft in die handel. Ja. En je kan heel veel van Nederland zeggen, maar niet dat de overheid op allerlei manieren actief betrokken is bij de invoer van cocaïne bijvoorbeeld. Ja, true. Oké. Dus bijvoorbeeld bij wiet zou je er nog wat van kunnen zeggen, met die gereguleerde wietteelt. Maar de overheid is op allerlei manieren bezig met het bestrijden. Dus het hangt heel erg van je definitie af. Ik vind dat die term narco-staat vrij makkelijk gebruikt wordt, zeker ook in de context van allerlei geweld dat plaatsvindt. En dan zou het eerder narco-terreur zijn of narco-geweld. Daar nou, kan ik nog een eind in meegaan, maar dat Nederland een narco-staat is, dat gaat... Ja, scherp. Ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Ik vind wel dat we wel nu langzaam aangebukt gaan onder narco-terreur, inderdaad. Omdat ik wel vind dat dit een bepaalde laag van de samenleving, dat je het wel begint op te merken, inderdaad. En dat echt problematisch wordt. Ja, kijk, Nederland staat gewoon bovenaan alle verkeerde lijstjes zelfs. Het gaat om drugs. Hè. Dan gaat het om productie van synthetische drugs. Dan gaat het om productie van wiet. Dan gaat het om de invoer van cocaïne. Ja, daar staat Nederland echt gewoon hoog. En dat zie je ook op allerlei manieren terugkomen in de samenleving. Ja. Eigenlijk de excessen gerelateerd aan ofwel die invoer of die handel. Exact, ja. Zeker. Hoe wordt dat gemeten dan? Zulke informatie? Nou ja, bijvoorbeeld wat er wordt onderschept. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Rotterdamse haven, dan zijn we wel echt een belangrijke draaischijf voor cocaïne wereldwijd. Hè, dus samen met Antwerpen.
Ja. Nou, daar staan we hoog op de lijstjes van drugs die wordt onderschept. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om de productie van synthetische drugs. Ja. Waar dat dan, dat gaat niet, dat is niet allemaal van de Nederlandse markt. Dat gaat heel veel naar het buitenland, gaat naar Australië, gaat naar Israël, gaat allerlei kanten gaat dat op. Ja. Ook dat, dat kunnen ze redelijk in kaart brengen. Ook soms op basis van wat ze aantreffen. En allerlei schattingen die ze maken over hoe groot die productie zou zijn van synthetische drugs. Ja, dan staat Nederland gewoon heel hoog. Ja, echt, het is echt heftig. En die ene stelling vond ik ook wel, ik ben het volledig met je eens. Ik weet alleen niet hoe je erover denkt, maar over dat de overheid weinig doet aan criminaliteit. Doet de overheid genoeg tegen criminaliteit? En ik vond, waarvoor zei je nee? Nou, dat heeft ermee te maken omdat, kijk, we leven al langer in een vrij repressieve samenleving waar de nadruk echt heel erg ligt op straffen en we moeten steeds harder straffen, want men heeft het gevoel dat er te weinig gestraft wordt. Mm-hmm. Daar ligt het accent op, terwijl ik vind dat er te weinig wordt gedaan aan, de meer structurele kant van de, eigenlijk van het probleem. Mm-hmm. Hè? Dus waarom we bepaalde problemen zien die zich ook concentreren op bepaalde delen in de samenleving. Yeah. Ja, daar liggen veel grotere vragen aan ten grondslag. En dus zoals ongelijkheid en de manier waarop we met mensen omgaan die hier niet geboren zijn of die buitenlanden zijn. En alle verschrikkelijke termen. Yeah. Maar daar zie ik weinig gebeuren als in investeer daarop dat om te kijken of we die samenleving gelijker kunnen maken. Ja, daar is maar heel beperkt aandacht voor. En natuurlijk kunnen ze een hele stapel geld tegen een soort van harde straffen of zwaardere maatregelen. Bijvoorbeeld jonge mensen die worden aangetroffen met een mes en dan de ouders beboeten, dat soort maatregelen. Ja, dan ga je volledig naar mijn idee voorbij aan wat het probleem is. Dus daarom zou ik zeggen nee. Ja, want ik heb vaker de... Ik ben een amateur criminoloog, maar ik heb vaker die gesprekken met vrienden hierover. En wat ik opmerk bij de overheid is heel erg tweeledig. Wat ik opmerk is dat ik ten eerste de problemen die je nu ziet, die nu naar boven komen drijven, zijn eigenlijk de dingen die ik al zag toen ik jong was. Alleen werd het niet opgemerkt, want het bleef in die wijken. Nu komt heel die shit rood gewoon in mensen hun gezichten. En dan gaan ze zich nu druk maken en dan willen ze inderdaad harder gaan straffen. Maar het was er al sinds de jaren 80 en 90. Had ik ook met politieagenten erover. En die bleven sterk, en misschien horen ze het nu, bleven ze sterk ontkennen toen ik tegen ze zei van, maar ik ken dit. Ja. Ik ken dit al vanuit mijn jeugd. En dit is niet iets nieuws. Nee. En dat vonden ze heel erg opmerkelijk dat ik dat zei. Alleen ben ik nu van mening van, nu ziet iedereen het. En nu wordt het een probleem. Dus natuurlijk ook de social media die je vroeger niet had, die hebben we natuurlijk nu. Die versterken natuurlijk enorm. En ik weet wel dat we toen ook... Ja, maar behalve, behalve de social media, de grote drugscriminelen die we nu kennen, die komen uit de wijken waar ik ben opgegroeid. Weet je, en dat zie je nu, dat zie je gewoon nu in je gezicht klappen nu, op dit moment. Door wat hij ook net zei, van die ongelijkheid was er altijd. Ja. En dat bepaalde jongeren en bepaalde mensen zich niet verbonden voelen tot de Nederlandse samenleving. Ja, dat begin je nu, die boete gaan we nu betalen. Wat ik bedoel, dat het wel nu veel groter is dan, want toen als je geen social media hebt, dan lees je ook minder dingen. Dan krijg je het mee, omdat het in de wijk gebeurt. Precies. Ja, het is meer zichtbaar en de media besteedt er ook echt meer aandacht aan. Zeg maar, je zou wel wat kunnen zeggen over dat de schaal van de problemen wat groter zijn geworden. Maar ja, ik deel volledig wat je zegt. Ja. Het is niet dat per se dat we dat niet kenden. Nee. Kijk, en natuurlijk doet de overheid ook heel veel goede dingen. Hè. Laat me daar ook meteen benoemen. Op allerlei vlakken. Dus het is niet dat ze er geen aandacht voor hebben. Want er zijn allerlei mensen heel goed mee bezig. Maar als je die vraag zeg maar zo kort door de bocht zou beantwoorden, dan zou ik zeggen nee. Want ik mis dat stukje zeg maar op die meer structurele factoren. Daar blijf ik ook gewoon. En ik zie dat ook niet in... Als ik kijk naar de laatste verkiezingsuitslag, zie ik dat ook niet veranderen de komende jaren. Daar word ik wel heel verdrietig van. Ja. Denk je dat het ook een stukje naïviteit is? Kijk, ik denk dat eigenlijk wat je net opmerkte, van dat er eigenlijk al heel veel dingen misschien zichtbaar waren en voor heel veel professionals ook in het veiligheidsdomein zichtbaar waren. Maar dat ze misschien dat niet altijd even serieus hebben genomen. Dat ze dachten van dat loopt wel los en het is Nederland en hoe erg kan het, het worden. Totdat we in Nederland geconfronteerd werden met echte excessen. Hè? Dus broer van de kroongetuigen, Dirk Wiersum, Peter R. de Vries. Toen werd ook wel benoemd dat Nederland die naïviteit kwijt is geraakt. Terwijl, daarvoor gebeurde er natuurlijk ook van alles. Ja, dat is schrijf, ja. Ja, mooi. Ik stelde jou een vraag ook over... ben je wel eens bang voor je eigen veiligheid? Want, dat vond ik ook heftig. Ja, omdat... Zo dacht ik het dus. Omdat je natuurlijk onderzoek doet in de criminele circuit, om het zo te noemen. Kijk, je bent geen misdaadverslaggever of iets dergelijks. Maar je zit toch een beetje wel in de hoek.
Snap je wat ik bedoel? Dus, mm-hmm. dus dan kan ik me voorstellen dat een crimineel denkt van zo, hey, wat kom jij hier doen? Ja, maar daar ben ik dan niet zozeer bang voor. Het heeft meer te maken met het aantal dingen die ik heb meegemaakt in de nasleep van mijn proefschrift, hè, dat ik heb geschreven over de Crips. Mm-hmm. Waar ze misschien, om het eventjes zeg maar kort te schetsen, misschien niet met alles wat ik schreef even blij waren. En ook wel iemand nou, heel letterlijk verhaal kwam halen op mijn werk. Die zei van ja, wat hier staat, ja, zeg maar, daar fokt Big Homie niet mee. Hè, dit moet je uitleggen. Toen maakte ik me wel zorgen over, nou ja, niet mijn veiligheid, maar... Nou ja, misschien ook wel een beetje, omdat hij toch wel heel erg bedreigend was en intimiderend was. En uiteindelijk hebben we dat allemaal uitgesproken. En maak me niet per se nu heel erg veel zorgen over nou ja, de dingen die ik nu doe. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ja, er hoeft maar één iemand bij te zitten waar ik niet direct... Omdat ik, wat je net zegt, ik ben geen misdaadjournalist, dus ik noem geen namen op die manier. Maar toch dat ze het gevoel hebben dat het over hen gaat. En dat ze zeggen, joh, ja, wat is er, weet je wel? Dat kan. Maar het is niet dat ik me per se heel erg onveilig voel. Maar bij sommige dingen, zeker thema's... Waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Bijvoorbeeld liquidaties. Hè. Er komt later deze week een rapport uit. Waar we, nou, we hebben 17 mensen gesproken die veroordeeld zijn in liquidatiezaken. Mm-hmm. Dat zijn zware thema's. En wil ik niet zeggen dat die mensen per se boos zijn op basis of, nou ja, vanwege wat we hebben geschreven. Maar ja, toch, het is ander, een soort van nou ja, ander speelveld. Weet je? Ja, ik denk daar toch iets meer over na. Ook naarmate ik ouder word, kinderen heb. Precies. Ja, dat is toch, ja, toch een beetje in mijn achterhoofd zitten soms. Ja, dat geloof ik. Zeg crazy. Ja. Ja. Ja, dan bij mij is het allemaal... Ik vind misdaad sowieso interessant vanuit gewoon altijd de rolleders en dergelijke. En Klaas Bruinsma en noem maar op. Dat vond ik zelf wat interessant. Ja, toen kreeg ik het vraagstuk Tachi natuurlijk. Hoe dat is gegaan en wat er nu allemaal naar buiten komt en dergelijke. Vind ik wel bizar, om het zo te zeggen. Om zo te noemen. En dan ja, dat je daar gewoon onderzoek naar doet, vind ik wel... Want je hebt ook onderzoek gedaan naar drillrappers. Ja. Ja. Ja, misschien niet helemaal op de manier zoals we dat zouden willen, want ik heb dat met mijn collega Jeroen van den Broek gedaan. Dat hebben we eigenlijk meer op basis gedaan van wat drillrappers laten zien in nou ja, zowel de muziek als in videoclips en met name op social media. Om een beetje een beeld te geven van nou, eigenlijk die online drillcultuur. En ik heb ook wel gesproken met allerlei jongens die wel drillers zijn, die met name uit Den Haag komen. Ja, ook omdat ik dat thema ligt heel erg in het verlengde van nou ja, onderwerpen die ik interessant vind, hè, zoals muziek, straatcultuur, maar ook digitalisering. Dus dat kwam daar mooi ja, wat kan je even kort uitleggen, stel je gaat onderzoek doen naar drillrappers, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Wij hebben dat gedaan door heel erg goed te kijken naar wat er op social media gebeurt. We wilden dat doen door ook met allerlei jonge mensen daarover te praten. Dat hebben we later ook gedaan, maar dat kon toen niet omdat het corona was. Hè. Dat was gewoon ethisch niet verantwoord. Dus wij hebben een hele lange periode, ongeveer 7 maanden, bijgehouden wat er wordt geplaatst op allerlei accounts van drillrappers. Dus we hebben eerst geprobeerd een overzicht te maken van nou ja, wie zijn er nou in deze regio actief als driller en wat laat ze van zichzelf zien. Hè? Zowel nou ja, nogmaals op YouTube of op Spotify of op allerlei social media platforms. En die zijn we gaan volgen lange tijd. Hè? Dus we hebben een account aangemaakt onder onze eigen naam, volledig transparant wie we waren. Oh, en we zijn volgverzoeken gaan sturen, ook als het gewoon open accounts waren. En we hebben gedurende, nou wat is het, 6-7 maanden, 2 keer per dag goed bijgehouden van wat wordt daar nou, wat laten ze nou van zichzelf zien. En dan zie je dat er ja, heel veel gebeurt. Er gebeurt ook heel veel wat totaal niet spannend is. Hè? Dus ze geven, nou ja, dat zal jullie, daar hebben jullie waarschijnlijk ook ervaring mee, jonge mensen... Ja, livestreamen hun leven eigenlijk. Hè? Dus we laten echt alles zien vanaf het moment dat ze wakker worden. Ja, precies. Ja, dat geldt voor jonge mensen die ook actief zijn op straat. Of dat dan de fysieke straat is of de digitale straat ook. Dus die laten ook zien wat voor conflicten ze hebben. Dus hè, gaan ze live met elkaar, schelden ze elkaar de huid vol. Vervolgens maken ze screenshots, beledigen ze elkaar. Allerlei dingen. Maar ook dat ze naar school gaan, dat ze een baantje hebben. Maar ook dat ze... drugs verkopen, een wapen hebben, vragen om pinpassen, eigenlijk van alles. Hè. Dus je krijgt, als je alleen maar langere tijd goed kijkt naar wat er op social media gebeurt, echt wel ook een indruk van nou ja, waar deze jonge mensen mee bezig zijn. Uh-huh. Hè, dat is niet de hele werkelijkheid, want we weten ook dat wat mensen op social media doen, ja, dat is niet per definitie het echte leven. Hè. Nee, we weten precies. Ook, en dat weten jonge mensen van zichzelf en dat weten ze ook van elkaar. Dus ze weten ook van, jij speelt die grote driller, maar... Eigenlijk ben je helemaal niet zo'n gevaarlijke jongen. En nou, dat is op zich alweer interessant om te zien hoe ze daarmee omgaan. Maar eigenlijk zo, dus dat hebben we 7 maanden gedaan. En in die periode
volgens mij 2500 screenshots gemaakt. En allerlei interessante dingen verzameld en dat geanalyseerd om een beeld te geven van... Nou, wat gebeurt er online en ook zien we nu een relatie tussen wat er online gebeurt in termen van provocaties, bedreigingen en het fysieke geweld op de straat. Want dat was met name waar heel veel mensen zich zorgen over maakten. Er waren wat steekincidenten, 2019 hebben we het dan over 2020. En die werden naar het idee van ons, Jeroen en ik, die dat onderzoek hebben gedaan, eigenlijk veel te snel toegeschreven aan drill. Dus je had steekincident, jonge mensen, vooral zwarte jonge mensen, dat moeten we ook echt benoemen. Want het is nog steeds anders als het een klein dorpje is waar allerlei witte jonge mensen zijn. En er is een mes- en steekincident. Dan is het uitgaansgeweld, maar als het zwarte jonge mensen steden de kont hebben, zijn het drillrappers. Dat op zich is al, naar mijn idee, zorgwekkend. Ook een van die meer structurele problemen, precies, bedoel ik. Hè? Want dat bevestigt maar alleen maar wat heel veel mensen daarover denken. En er zijn natuurlijk incidenten geweest en die zijn breed uitgemeten in de media. Maar ook daar vonden wij dat, op basis van ons onderzoek, dat te snel eigenlijk, dat werd geframed als een drillmoord. Want als je die conflict eigenlijk afpelt en je kijkt naar wat ligt eraan ten grondslag, dan is het niet een beef die is ontstaan in de muziek of over de muziek gaan. Dat is iets, iemand heeft iets beledigends tegen iemand anders gezegd. Hè, zoals dat altijd tussen jonge mensen eigenlijk gaat. Of dat is een ruzie over een meisje geweest of iets stoms. Maar dat is, zeg maar, in die online context zo enorm groot geworden. Mm-hmm. Omdat het steeds groter wordt. En daar ook, en dat moeten we ons echt wel realiseren, ook als, zeg ik als boomer, waar echt tienduizenden jonge mensen ook meekijken. Ja. Dus het is gewoon anders dan toen ik naar school ging. En als er ook wat gebeurde op het schoolplein, dan stonden er 40 mensen te kijken. En daar ging het ook op school, ging het daar dan over. Iedereen had het daarover. Maar nu gebeurt hetzelfde, wordt dat gefilmd. En zien niet 40 mensen het, maar 400, 4000 mensen. En die social media maakt het extra gevaarlijk, naar mijn mening. Met die extra framework wat er is. Want ik kom uit de hip-hop scene. En mijn boy hier maakt heel vaak grappen van, dat is de gangster rapper. En ik lach het weg. Maar dat is ook wat door de media werd neergezet terug in de tijden van rap is gangster shit. En dat gaat samen met geweld. En werd die framework weer in elkaar gezet. Waardoor je dus ook inderdaad bepaalde incidenten meteen werden toegedicht aan de hiphop scene. Ja. En dat zie ik exact hetzelfde hier weer gebeuren. Alleen hebben die jongeren extra wapen. Dat is die social media. Waardoor het extra gevaarlijk wordt. Ja. En dat vind ik zo... Ik vind het zo moeilijk en gevaarlijk wat ze doen rondom die cultuur. En inderdaad, dat is heel erg toegedicht aan minderheden, stress, zwarte jongeren. En daar moet als eerste, die angel moet er ook als eerste uit. Ja. Maar of dat eruit gehaald wordt, weet ik niet. Ik heb de afgelopen jaren zo vaak gezegd van, kijk, focus je nou niet zozeer op die muziek, op die muzikale component, maar durf ook verder te kijken. En durf ook te kijken naar, heel veel mensen vinden wat van die drillrap en alle agressie en het geweld dat daarin gecommuniceerd wordt. En dat is prima, weet je wel. Maar we moeten ons ook realiseren dat soms raakt het heel dicht aan wat er feitelijk gebeurt. Zeker omdat er allerlei hele concrete verwijzingen in zitten. Hè? Dus ze zeggen niet, ik ben de sterkste. Nee, ze zeggen, ik heb die daar geschenkt of ik heb je daar laten dashen. Zeg maar heel zo specifiek. Maar dat is ook onderdeel van, in die zin de cultuur en al veel breder de hiphopcultuur. Waarin er opgeschept wordt over geweld. En dat moeten we, en de mensen die hiphop luisteren, die weten dat we niet alles zo letterlijk moeten nemen. Ja. En natuurlijk zijn er voorbeelden van rappers van wie het criminele of het strafblad eigenlijk gelijk loopt aan wat ze in de muziek verkondigen. Want die zijn er, toch? Ook in Nederland, Joey AK, Jagga Jagga. Ja. Die doen ook waar ze over rappen. Hè? Mm-hmm. Dat heeft de rechter dan ook vastgesteld. En dat zijn ook de thema's waar ze over rappen. Maar dat betekent niet dat voor ook alle jonge mensen op die manier dan ook geldt. Ja. Toch? Dat is veel complexer. Datzelfde geldt voor de klassieke gangster rappers, toch? De mensen rondom NWA. Dat waren echt niet alleen maar... Nee, soort van, maar die waren opgegroeid in die nabijheid. En die konden goed vertalen wat ze daar zagen op een hele soort van, eerste persoons vertelling. Ja. Waardoor mensen denken van, zo, het is zo specifiek. Ja. Je zal wel, je weet, want je bent zo concreet. Ja, weet exact. Dat, ja. Zo lastig, Ben. Ja. Dus maar dat is het ook, als we het even terugkoppelen naar de jeugd, hè, naar onze leerlingen bijvoorbeeld, die zien dat dus ook. Die zien die live uitzendingen van dat soort mensen dus ook. Ja. En dat beïnvloedt ze natuurlijk op een bepaalde manier. En zeker als je meer afstand hebt tot, eigenlijk tot die straatcultuur. Dus als je het zeg maar veel meer consumeert dan dat je daadwerkelijk leeft. Kijk, als je opgroeit in die buurten, dan kan je soms, zeker als je dat ziet, kan je wel in sommige gevallen een redelijke inschatting maken van, deze persoon die speelt eigenlijk meer de gevaarlijke jongen dan dat hij dat is. Ook als je, en zeker als je ze ook kent. Dus als je ze ook ziet op school, dan weet je ook van, zeg maar hier
En ik heb dat tijdens mijn onderzoek ook meegemaakt. Waren jongens die ik tegenkwam in het buurthuis. Waren eigenlijk super vriendelijke jongens. Veel bezig met school. En dan ging ik kijken wat ze op social media deden. En dacht ik, zo, dit is wel, ja, dus, dit is wel, hè, een soort van... Wereld van verschil, ja. Ofwel bij die drillrappers, als het masker afgaat, dan zie je dat het gewoon een jong mens is. Toch? Ja. Dan is die 14, 15, zie je dat het gewoon een kind is, ja. Inderdaad. En ja, dat weten we, sommigen weten dat wel. Maar als je alleen maar soort van het consumeert zonder ook die context te kennen... Ja, dan kan je misschien ook wel wat verkeerde ideeën krijgen en misschien een deel ook wel gaan nabootsen. Uh-huh. Waardoor je soms ook misschien eerder in de problemen terechtkomt dan dat bijvoorbeeld je, nou ja, soort van je feitelijke omstandigheden normalitair, dan wat er normalitair uit je feitelijke omstandigheden zou blijken. Hè? Dus ook boys die helemaal niet uit van plekken komen waar het per se gevaarlijk is, maar die wel... Omdat ze dat veel consumeren, denken van ah, dit vind ik tof. En ik zie dat het ook veel likes oplevert en veel volgers. Ik ga dat zo ook doen. En ik ga me ook meer vervelend opstellen op social media. Ja, dan ga je ook mensen hebben die dat gaan uitproberen. Ja, precies. En dat kan ook dus soms voor zorgen dat je offline... en dan zie je bijvoorbeeld in het openbaar vervoer... Of ze komen je tegen in de stad zeggen... Ja, je bent toch die gekke gast. Ja, laat maar zien. En dat was inderdaad sinds vroeger. Hetzelfde. Exact hetzelfde. Als jij stoere dingen liep te rappen en mensen wisten het van je, dan geloof mij dat iemand op een gegeven moment je tegenkomt van, hey, je bent toch die stoere dude? Ja. En laat het nu maar horen. Maar alleen is het denk ik ook belangrijk, en dat heb ik vaak met Ben erover, want die kinderen inderdaad vinden het heel interessant, vinden hiphop interessant, vinden drillrappen heel erg interessant. Alleen is de input die ze krijgen vanuit professionals, vanuit docenten, vind ik ook super belangrijk. Want ga je het extra vergroten, ga je het extra zorgwekkend maken? Of breek je het gewoon af en maak je het gewoon tot een muzieksoort? En dan probeer je ze daarin wegwijs te maken. En wat ik heel vaak hoor is van drillrap, oh, gevaarlijk. En dan maak je het alleen maar interessanter voor de kids. Ja. Just break it down. Maar dat, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Kijk, als je als professional of als oudere, oude persoon... ook misschien niet helemaal snapt wat er daar aan de hand is... en dat ook niet in perspectief kan plaatsen. Ja, hoe ga je het dan aan jonge mensen uitleggen? Exact, Want je moet eigenlijk voor een deel... ik heb dat ook wel eens met jonge mensen gedaan... samen kijken naar die teksten en wat daar nou gezegd wordt... Ja. En wat dat dan betekent. Of wat zij ermee bedoelen, want dat is ook nog iets anders. Hè? Ja. Ik heb ook wel eens met een jonge driller uit Den Haag gezeten. Zei ik tegen hem, stuur me je de freestyles waar je het meest trots op bent. En uitgeschreven. Dus ik ging ze analyseren. Ik zeg, nou, mij valt dit en dit en dit op... Nou, dan zegt hij, ja, nou, dat klopt wel aardig, maar... En dan geeft hij eigenlijk zijn interpretatie van wat daar staat. En dan zie je dat ik het als 40-jarige witte man, hoger opgeleid, interpreteer. Daar heb ik wel wat ervaring op straat, maar dat is wel anders. We komen niet van dezelfde plek. Nee, precies. En we verschillen heel veel in leeftijd. Dus je hebt wel mensen daaromheen nodig die het ook goed in perspectief kunnen plaatsen. En het ook, zoals je zegt, break it down en leg het uit, weet je wel. En in plaats van, nee, dit is slecht. En je mag geen drillrap maken of zo. Wat ik ook zie, wel de afgelopen jaren veel heb gehoord binnen JJI's of binnen het jongerenwerk. Van dat ze wel een studio hebben, maar je mag geen drillrap maken. Ja. Denk ik. Ja, dat is wel een beetje te kort door de bocht. Ik vind het lastig. Heb je toevallig ook deel van het onderzoek ouders erbij betrokken? Toevallig of niet? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nee, we hebben vooral gefocust op op social media, waar het ging om die om drillrap. In een onderzoek een jaar daarna hebben we eigenlijk heel erg de focus gelegd op jonge mensen. Dus daar hebben we jonge mensen op scholen in Rotterdam vragenlijsten laten invullen. En hebben we groepsgesprekken gevoerd met jonge mensen om het te hebben. Nou, niet zozeer over drill, maar dat thema kwam ook wel ter sprake. Maar veel breder over wapens en wapenbezit en wapengebruik. Ja. Hebben jullie percentages hoeveel mensen bijvoorbeeld in Rotterdam of kinderen met een mes lopen? Goed, op basis van ons onderzoek, je kent allerlei beperkingen, allerlei haken en ogen, want we konden helemaal een goed representatieve afspiegeling van alle Rotterdamse jongeren vinden. Maar we hebben best wel wat jonge mensen bereid gevonden om die vragenlijst in te vullen op twee momenten. En dan zie je eigenlijk dat het grootste deel van de mensen, de jonge mensen die bij ons die vragenlijst hebben ingevuld, ongeveer 81% eigenlijk helemaal niks met wapens van doen wil hebben en ook nooit een wapen heeft gedragen. Maar ja, ook dan zie je weer hoe de beeldvorming werkt. Want dan zie je bijvoorbeeld
in dezelfde week als de publicatie van ons rapport, dat er een Kamerlid is die zegt, 1 op de 5 jonge mensen in Rotterdam draagt een mes. Mm-hmm. Terwijl wij juist waarschuwen in dat rapport van voor eigenlijk de, ja, nou ja, ook de beeldvorming, ja, over deze problematiek. En dat sommige jonge mensen zich juist ook gaan bewapenen omdat ze zich minder veilig voelen. Mm-hmm. Dus als jij communiceert, zeg maar via het AD, achter de paywall, 1 op de 5 jonge mensen in Rotterdam draagt een mes. En je bent een jong mens en je bent onzeker over, nou ja, het leven en je maakt je zorgen over je veiligheid. Zou dat eerder een trigger voor wapenbezit kunnen zijn dan dat soort van heel erg gerust stelt. Ja, terwijl onze boodschap was, 4 op de 5 jonge mensen voelt zich blijkbaar veilig genoeg dat ze geen mes dragen. Wat ik een veel positievere boodschap vind. Ja, precies. En dat zouden we naar mijn idee met z'n allen veel meer moeten uitstralen. Ja, gooi je maar op als jongetje of meisje in spanning en je krijgt zo'n artikel te lezen. Ja, ja, dan ga je even iets anders. Woks, ik vind je echt keihard. Maar, sorry. Maar het begrip straatcultuur hebben we vaker voorbij horen komen. En het is echt een thema geworden in onze samenleving. En ik heb moeite met het begrip. En ik weet niet hoe je daarover denkt. Als je wil corrigeren, moet je dat gewoon doen. Ik snap het begrip. Ik snap de omschrijving. En ik snap ook dat mensen zich zorgen daarom maken. Maar als ik kijk naar de volledige omschrijving van straatcultuur, heb ik het gevoel dat het heel erg toegedicht wordt aan kinderen met een migratieachtergrond. En daar heb ik moeite mee. Want ja, als zij op een bepaalde manier praten, zich als een bepaalde manier gedragen, en al is het super onschuldig, in mijn ogen is gewoon een kind van 15, 16 jaar met een andere culturele achtergrond, wordt er heel snel een straatcultuur aan vastgeplakt. Ja. En ik weet niet of je dat ook hebt opgemerkt in je onderzoek. Nou, niet zozeer in de onderzoeken waar ik bij betrokken ben geweest, maar wel meer in het denken en het praten over straatcultuur. Ja. Hè? Dat bijna ook gelijk staat aan afwijkend gedrag en criminaliteit, terwijl dat het niet is. Hè? Nee. Er zijn allerlei uitingsvormen ook van straatcultuur die te maken hebben met kleding, die te maken hebben met taal, die te maken hebben met muziek, die eigenlijk helemaal niks met criminaliteit of problematisch gedrag te maken hebben. En het is ook geen een soort van magische verklaring voor waarom sommige jonge mensen zich wel op een vervelende manier gedragen. En ik denk dat je ook gelijk hebt wanneer dat ook wel heel erg zich concentreert bij bepaalde jongeren. Hè, dat dan gezien wordt als straatcultuur. Terwijl ja, er is volgens mij niet één straatcultuur. Je zou kunnen zeggen dat, en dat is tegenwoordig in 2024 al veel complexer, maar 20 jaar geleden had je meer een soort van Surinaamse straatculturen, Antilliaanse straatculturen, Marokkaanse, Turkse, hè, eigenlijk allemaal eigen, die ook eigen cultuur in die zin meenemen. En dat zag je ook in de taal en dat zie je in de verschuiving ook in de straattaal en wat er nu meer dominant is. Dus of er één straatcultuur ook is, volgens mij verschilt dat ook heel erg per stad en kan dat ook per wijk verschillen. En ik denk wel, het heeft ook, zeg maar, het product of waar de plekken waar een straatcultuur ontstaat, dat zijn wel de plekken waar ook die grotere processen waar we het net over hadden, hè, dus uitsluiting, uh-huh, en ongelijkheid, waar dat aan de hand is, hè, waar uh-huh, mensen ook wel soms en zeker in de context van de VS een soort van hele eigen manieren van leven creëren omdat ze zo uitgesloten zijn. En uh-huh, in Nederland is het een beetje de vraag of dat ook op die manier is. Er zijn allerlei problemen. Dat is niet de schaal van Amerika. Maar uh-huh, ook in sommige delen van de Nederlandse stedelijke context heb je straatculturen. Maar die zijn, dat betekent niet dat dat ook resulteert in allerlei jonge mensen die zich op een bepaalde manier slecht gedragen. Dus ik denk dat het alleen maar goed is om een beetje kritisch te kijken daarnaar. En dat we wel zuiver houden van waar we het precies over hebben. Ja, inderdaad. Want ik geloof wel in grote stedelijke problematiek. Maar straatcultuur, ik vind het, ik blijf dat een gewichtig begrip vinden, omdat de vertaling in de burgercultuur heel anders is. Kan ik het burgercultuur noemen? Ja, in de burgercultuur heel anders is dan de mensen die daadwerkelijk in bepaalde wijken wonen. En die linken straatcultuur sneller aan van oké, straat, dat is crimineel gedrag, maar ik ben geen crimineel. En straatcultuur vanuit de burgercultuur wordt heel erg omschreven van je laat afwijkend gedrag zien of weet ik veel, de prestaties op school zijn niet zoals ze horen te zijn. En dan dichten ze straatcultuur daaraan vast. En daar heb ik echt moeite mee. Nou, en het is ook super hypocriet, hè. Dus als het gaat om taal en het gaat om kleding en muziek. En dan zie je dat als jonge mensen straattaal gebruiken, dat wordt bijvoorbeeld dan op school gezien als problematisch. Maar het is super leuk wanneer er reclames zijn en er wel straattaal gebruikt wordt door
soort van de mainstream samenleving. Of wanneer er allerlei merken vanuit de straatcultuur veel breder, dan is het wel geaccepteerd. Ja, maar als jij een jong mens bent die komt van Zuid in Rotterdam, dan is het problematisch. Dus je ziet daar ook, en dat vergroot juist volgens mij die spanning. Van allemaal mensen symbolen gebruiken uit die straatcultuur.